Welkom bij Cordaan in Beweging. Mijn naam is Rutger. We gaan vandaag oefeningen doen met gewichten. Heeft u geen gewichten thuis, kunt u waterflessen gebruiken voor de oefeningen. Dan gaan we nu beginnen met de eerste oefening. Dan gaan we stappen op de plaats waarbij we de armen mee bewegen. Gaan we over naar de tweede oefening. Gaan we boksen en strekken van het been. Tegelijkertijd. Gaan we verder met de derde oefening, komen we een groot stuk naar voren in de stoel. Gaan we naar voren leunen, gewicht op de voeten. Maken we een fly opzij, dat is een beweging zijwaarts en erachteraan een row. Dus opzij en naast het lichaam naar achter, waarbij de schouderbladen naar elkaar toe trekken. Denk erbij vooral ook aan de ademhaling, dat we die niet inhouden. Dan gaan we rustig overgaan tot naar stappen op de plaats. Bij de volgende oefening gaan we met de benen naar buiten en de armen strekken we. Dus dan vormt het een X. Dus tegelijk naar buiten en weer terug. Buiten en weer terug. Opzij en weer terug. En weer even ontspannen. Zetten we de voeten een stuk uit elkaar. Komen we nog ietsje naar voren toe schuiven. Gewichten tussen de benen, armen gestrekt. Gaan we zakken met een rechte rug. En dan komen we weer terug omhoog. Om duizeligheid tegen te gaan, blijven we naar voren kijken gedurende de oefening. Blijven voorin op de stoel zitten. Dan gaan we met de gewichten zijwaarts, diagonaal omhoog, zakken en weer diagonaal omhoog. Zakken, diagonaal omhoog en weer zakken. Probeer uit te ademen met de beweging naar boven. Gaan we weer een stukje verder naar achter zitten. Gaan we stappen op de plaats waarbij we de armen mee bewegen. Brengen we de gewichten voor de borst en dan gaan we strekken naar voren, waarbij het been meestrekt naar voren en dan het andere been, andere arm. Dus recht naar voren uitstoten.
komen we nu naar voren leunen. Gaan we een stukje eerst naar voren op de stoel. Leunen we naar voren, gewicht op de voeten. En we maken een fly opzij en een row naar achter in de zij. Dus zij, ellebogen uit, ellebogen in en naar achter trekken. Uit en in. Schouderbladen naar elkaar toe. En dan gaan we weer over op stappen op de plaats. Ditmaal alleen de benen. Zetten we de voeten naast elkaar, gewichtjes naast ons en dan maken we een X. Buiten en naar binnen. Buiten en naar binnen. Dus voeten gaan naar buiten en de armen gaan naar buiten. Tegelijk. En weer sluiten. Buiten en weer naar binnen. De volgende oefening is een oefening voor de onderrug. Komen we een stuk naar voren toe. Voeten uit elkaar, armen gestrekt naar beneden. Gaan we zakken met een gestrekte rug. En dan komen we ook weer omhoog. Zakken met een gestrekte rug. En omhoog. Armen blijven ook gestrekt gedurende de oefening. Blijven voorin op de stoel. Dan gaan we diagonaal van laag naar beneden strekken, diagonaal omhoog en weer zakken. En weer diagonaal. Dit was de training voor vandaag. Graag tot de volgende keer.